Hoi, ik ben Tom Assing, beursbox.nl. Een van mijn succesnummers als belegger is met een gemiddelde aankoopkoers beleggen. En hoe moet ik dat dan uitleggen? Nou, ik heb dat onder meer gedaan met goud. En dat ben ik al 20 jaar aan het propaganderen dat je op die manier goud koopt. En dat is namelijk iedere maand een beetje goud kopen. Nou, wat is daar nou het voordeel aan? Nou, je koopt dan altijd, of goud dan omhoog is, of omlaag is, of het laag gewaardeerd is, of hoog gewaardeerd is. Je koopt. Voor evenveel geld koop je goud. En op het moment dat goud dan een keer in een opwaartse trend zit, dan zit je ook heel snel op een flinke winst. Want je hebt een gemiddelde koers heb je betaald. Je hebt niet in één keer alles gedaan en dan ben je afhankelijk van, nou, dan zien we wel wat het wordt. Nee, doordat je dus constant bent blijven kopen, heb je een gemiddelde aankoopkoers heb je bereikt. En die ligt vaak laag. En gaat de beurs dan een keer naar beneden of de koers naar beneden, dan is dat helemaal niet erg, want dan koop je gewoon goedkoper bij. Nou, een van de zaken waarmee je ook nog eens een keertje interessanter kan beleggen, is index beleggen. En dan heb je al een mandje. En als je dan die twee combineert, gemiddelde aankoopkoersbeleggingen en indexbeleggingen, dan heb je een fantastische combinatie. Nou, en daarmee kom ik op een bedrijf uit waar ik sinds kort zelf ook klant ben. Ik ben er ook affiliate van, maar ik ben er ook klant van. En ik ben daarvoor aan het werven. Dat is, en we gaan er eventjes naartoe, hier Mercury Redstone. Wat doen ze? Ze geven de mogelijkheid om in een crypto index te beleggen. Op dit moment 18 van de 25 meest verkochte crypto's, daar kan je dan in beleggen via gewoon een mandje. En je opent een rekening, ik heb dat zelf ook gedaan. Je maakt dan geld over naar het Kraken-account. Je koppelt dat aan hun index en dan wordt er gewoon geregeld voor je. En één keer per maand wordt het dan weer bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. En dan gaan we eventjes naar Mercury Redstone om te kijken van hoe noemen hun het. Hun noemen het dollar cost averaging. Nou, dat is de Amerikaanse versie van gemiddelde aankoopbeleggingen. GAP, GAB. Het is een strategie waarbij je dus met een regelmatige tussenpoos, bijvoorbeeld een maand, een bedrag stort. Nou, en hun, bij Mercury Redstone gaan ze iedere laatste dag, beursdag van de maand, gaan ze die index herinrichten. Gaan ze kijken hoe is die er nu. Dan gaan we dat aanpassen naar de laatste stand van zaken. En als je dus zorgt dat je net daarvoor geld op die rekening hebt gestort, dan nemen ze dat direct mee. Nou, dat is dan een fantastische manier om iedere maand, ja, je portefeuille eigenlijk weer aan te vullen met een gemiddelde koers. Nou, en gaat de koers verder netjes omhoog, ja keurig, dan heb je iedere keer winst. Heb je een keer een dip, dan koop je goedkoper bij. Dus in die zin is het een fantastische methode. En ik heb hem zelf dus, en ik gebruik hem al. Ik heb hem zelf gebruikt met goud onder andere. Ik gebruik hem met Neo Finance, waar ik ook iedere maand bij start. En ik ga dat hier bij de index crypto beleggingen, ga ik dat ook doen. Nou, wat ze dus doen, en dat heb ik net al even uitgelegd, maar ze geven het zelf hier op de site ook aan. Van je gaat gewoon een periodieke overboeking doen naar je Kraken-account. Kan je gewoon instellen of je niks voor te doen. En ja, dan komt het daar dus bij. Het werkt fantastisch. Nou, hoe kan je nou een rekening openen bij Mercury Redstone? Het is simpelweg hier open account. En ja, dan kom je daar vanzelf. En dan aan het eind van de aanmeldingsprocedure, dan raad ik je aan om even Beursbox aan te geven als promotiecode, dan krijg je 25 euro korting op de abonnementskosten. Nou, op hun site kan je ook helemaal kijken wat kost het, hoe zit het met de beveiliging, wat zijn de veelgestelde vragen. Je kan erin zonder ingelogd te zijn, dus je kan dat al helemaal nakijken. En ik raad je aan om dat dan ook te doen. Kijk dit na, kijk of dit wat voor je is. Crypto beleggen is met een heleboel risico, want crypto's zijn zeer bewegelijk. Crypto indexbeleggingen is minder risico, omdat je het hele mandje hebt. En als je één cryptomuntje kiest en die doet het niet, ja, dan heb je pech, terwijl de hele cryptomarkt misschien goed gaat. Als je het mandje hebt en er zit er één mis, ja, dan merk je er niet zoveel van. Dus vandaar dat indexbeleggen interessanter is. En de kosten zijn heel laag. Er zijn natuurlijk kosten aan, maar in vergelijking met zelf daar mee aan het werk gaan of iemand anders voor jou dit laten doen, is indexbeleggen veel en veel goedkoper. Dus vandaar dat ik dat dan ook van harte aanbeveel. En ook zelf daar klant ben. En dus ook nu, wat hun dan dollar cost averaging noemen, dat ook zeker gaat doen. Ik noem het gemiddelde aankoopkoersbeleggingen, GAB.
Omdat dat Nederlands is en dollar cost averaging zegt je niks. Terwijl gemiddelde aankoopkoersbeleggingen, ja, dan heb je eigenlijk al een beeld van wat het is. De afkorting GHB is misschien niet zo heel erg interessant, hè? Niet zo catchy, maar je weet wel waar het over gaat. Ik hoop dat je deze video interessant vond. Als je dat vond, geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, log dan in bij YouTube. Abonneer je op dit kanaal en druk ook op dat blauwe belletje. Dan krijg je ook notificatie bij een volgende video. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!